Dag allemaal. Welkom bij Breien Haak vlog 92. Mijn naam is Puk Vossen en het is allemaal een beetje anders deze keer. Deze twee dames houden mij goed in de gaten als ik aan het opnemen ben. En hier zie je de muts die ik de vorige keer aan het maken was. Verder ben ik in het rood-wit-blauw vandaag, want het is Balkoningsdag. Ja, en zoals alles een beetje anders is tegenwoordig, is deze vlog dus ook anders. Je ziet hier die mooie Jenny's Tea hangen. Dat is een ontwerp van Julie Knits in Paris. En de vorige aflevering, nou, toen was ik volgens mij nog maar zo'n stukje. Dus daar heb ik heel veel tijd aan besteed de afgelopen weken. Ik brei het op de nummer naalddikte 2,5 en 2 uit mijn hoofd. Op heel dun linnen garen. Maar het wordt prachtig. Ik ben er nu al blij mee. Ik laat jullie vandaag heel veel zien. Hier is Myrtle de Beer. Ze is klaar. En ze gaat nog een trui krijgen van, ik denk, deze twee garen samen. En hier zie je de giveaway van deze keer. Zoals je op Instagram hebt kunnen zien, zijn er nieuwe werkdraad magazines uitgekomen. 1, 2, 3, 4. En je kon meedoen met deze giveaway via Instagram. En ik ga aan het einde van deze uitzending laten weten wie deze 4 boeken gewonnen heeft. Dag allemaal. Het is vandaag. Ik heb geen idee, ik moet even op mijn kalender kijken. Zondag 3 mei 2020. En dat betekent dat we in week 7 of 8 van deze nieuwe periode zitten. Waarin er heel veel dingen anders gaan. En waarin ik steeds meer besef dat het nooit meer zal worden zoals het hiervoor was. Maar dat er heel veel dingen om ons heen en in ons leven zullen veranderen. Of aangepast zullen worden. En dus veranderen. Mijn naam is Puk Vossen. Ik woon in Rotterdam. Je ziet mij nu zitten in mijn werkkamer, in mijn studio. En naast me zit Beer. Ik weet niet of Beer echt Beer blijft heten, maar voorlopig wel. En eerst was het een zij en toen werd het een hij. En nu weet ik het niet. Dus het is een hele genderfluid Beer. Ik ben gisteren begonnen met het truitje van Beer. Die staat ook in het patroon beschreven van From Cynthia. En ik ben met één mouw bezig. Je begint dus bovenaan en je breidt in het rond naar beneden. Met een heel leuk patroon. En naast Beer ben ik nog met wat andere dingen bezig waar ik zo meteen over zal gaan vertellen. Ook maak ik in deze uitzending bekend wie de 4 boeken of magazines van Werkdraad heeft gewonnen. Ik heb gisteren namelijk de naam al getrokken. En aan het eind van deze uitzending zal ik bekendmaken wie de gelukkige winnares is. Want het is een dame, dat is al zeker. Ik ben wat minder actief op de social media kanalen. En dat komt omdat ik er gewoon niet zo'n zin in heb, moet ik eigenlijk zeggen, om de hele tijd op mijn telefoon bezig te zijn. Of op mijn computer. Dat doe ik voor mijn werk al meer dan genoeg. En dit is natuurlijk ook werk, maar ik merk dat dingen veranderen. En dat ik ook aan het nadenken ben over andere stappen in mijn leven. Maar daar hoor je in de toekomst vast wel meer over. Vandaag wil ik het dus hebben over wat ik aan het maken ben. Het eerste waar ik over ga praten zijn deze zomerse bolletjes waar ik mee aan het werk ben. En die zijn met de hand geverfd door Janine van Yippie Yarn. En Janine woont in Delft en heeft naast haar ververij, laat ik het zo maar noemen, haar verfbusiness, doet ze ook nog andere dingen. En ik ben heel blij dat ik haar ken. Met deze 3 kleuren, gecombineerd met deze tweed van Studio Mees uit België,
ben ik een oud patroon van mezelf weer aan het haken. Dit is dus een haaksteek. En deze sjaal, want het wordt een rechthoekige sjaal, heet de Pina sjaal. En had ik destijds gemaakt voor het garen van Manos del Uruguay, heet dat vol. Nee, ik ben even vergeten. Maar alle details, sowieso alle details, ook over beer bijvoorbeeld, kun je vinden op mijn Ravelry projectpagina's. En die staan allemaal gelinkt hieronder op YouTube in de downbar below. Het is een hele leuke haaksteek die je over twee toeren eigenlijk breidt, haakt en telkens herhaalt. En dan ga ik ook nog met kleuren wisselen. Dus die grijze tweed, die blijft. Nou, het is eigenlijk een soort grijsblauw, maar dat zie je misschien niet zo goed op het scherm. Dat wordt de hoofdkleur, die blijft de hele tijd doorlopen. En de zomerse kleurtjes worden verwerkt. Dit zijn 20 gram minis. En dit is een 100 gram. Ik haak op een haaknaald 3. Het gaat lekker snel, dat haken. Dat vind ik leuk. Ik ben online natuurlijk ook dingen aan het bestellen. Om de kleine ondernemer levend te houden. En naast bijvoorbeeld in Nederland heb ik ook iets in Portugal besteld. Een maandje geleden al. Ik weet dat er ook verschillende winkels in Nederland de Mondim verkopen. Het is wol uit Portugal. Met het mooiste label wat ik ken. Het is sokkenwol. Maar ik heb deze. Ik wilde heel graag deze kleuren. Het is kleur nummer 304 en 303. Dit is 303. 304. En die kon ik niet in Nederland vinden. Of die was niet op voorraad. Of mensen hadden hem gewoon niet in de webshop staan. Dus ik heb hem in Portugal besteld. En dat was vrij snel binnen, moet ik zeggen. En wat ik ook nog heb besteld is bij Atelier Sarah Jane. Met een prachtig label. Zijn deze twee Wensleydale strengen. Wat het gaat worden, ben ik nog niet helemaal over uit. Dus daar ga ik nog geen uitspraken over doen. Mijn trouwe kijkers weten misschien dat ik ook ooit met haar Wensleydale in deze kleur heb gewerkt. Wat trouwens ook nog een mooie combinatie kan zijn. Dat opnemen ging net niet helemaal goed, dus er zit een soort rare knip in dit filmpje. Sowieso heb ik heel veel filmpjes tijdens de afgelopen weken gemaakt. Allemaal korte clips en die zal ik her en der invoegen. Of die heb ik allemaal aan het begin of aan het eind gedaan. Dus het is een behoorlijk chaotische aflevering misschien voor je. Maar c'est la vie. Zoals je ziet heb ik ook een corona pony tegenwoordig. Nu is de vraag, wat ga je daarmee doen? Ik heb wel vaker een te lange pony. En ik vind het toch het mooiste als die pony iets hoger komt. Dus helemaal omhoog vind ik weer heel heftig. Waarschijnlijk ga ik er zelf de schaar in zitten. Wat ik wel vaker doe, ook vroeger. Sorry Jerry. Beer. Beer is een geweldig patroon van Cynthia. From Cynthia Designs. En is een grote beer geworden in mijn geval, vergeleken met anderen. Het is op een sportweight sokkengaren volgens mij, heb ik hem gebreid. En gevuld met van dat vulspul. En zoals ik al zei, gisteren begonnen met het truitje. Daarvoor hou ik twee draden samen. En de een is sokkenwol van Spingodin. Ik heb het kaartje nog, die zal ik ook even pakken. En het heet Korstmos. Geweldige kleur. En die combineer ik, omdat het anders een te dun truitje, een te klein truitje zou worden, met deze enorm zachte mix van Olam Yarns uit Ierland. En natuurlijk ben ik vergeten wat er precies in zit, maar dat staat allemaal op Ravelry gelukkig. Het patroon, heb ik de vorige keer al over verteld, breidt super snel en is heel uitgebreid beschreven. Dus kun je goed rondbreien, dan is dit echt een aanrader.
En zoals je ziet, moet ik nog wel een beetje beer een minder scheef hoofd geven, bijvoorbeeld. Maar dat komt allemaal vanzelf. Ik vind hem heel gezellig. Ik zeg toch wel weer Dus het is. Vandaag is het een hij. Maakt ook echt helemaal niks uit. Daarnaast ben ik bezig met mijn zomertruitje in linnen. Oh ja, dit is trouwens. Ik doe ook mee met de knit-along in de Ravelry groep van From Cynthia. En met dit linnen doe ik mee met de knit-along, de Linomuka knit-along van Mimi. Hi Mimi, Liepwet. En dit is het aan het worden. Hij wordt heel breed aan de onderkant. Ik weet niet of ik dat mooi ga worden. Of ik dat mooi ga vinden. Maar als je hem draagt, ziet het er ook op je lijf alweer heel anders uit. En ik ben bijna klaar. Ik hoef alleen nog maar de onderkant, de boord. En dat doe ik in het blauw. En daar heb ik dit nog voor. Dus dat komt vast goed. Van het mosterdbruin-geel had ik nog een extra streng gekocht. Maar daar heb ik precies genoeg van. Heel blij mee. Het breidt wel heel erg dunnetjes. Op naalden 2, 2,5. Dus dat is monnikenwerk, zoals ik dat altijd noem. Ja. Dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Dat is voor mijn doen niet zoveel. En verschillende mensen vragen mij of het patroon van de Bua-sjaal al klaar is. Nee, die is nog niet uitgeschreven en die is nog niet klaar. De Bua-sjaal is dat sjaal met het ajourpatroon, de boogjes. En die had ik speciaal uit willen brengen voor het Woolin Yarn Festival in Ierland, wat over een maandje zou beginnen. En dat gaat natuurlijk niet door. Dat wordt verzet. Ik weet niet hoe het in de toekomst zal gaan, maar ik heb totaal niet de concentratie of de inspiratie om ermee bezig te zijn. Dus dat heb ik gewoon even geparkeerd. Daar zul je dus even op moeten wachten. Wat mij heel erg helpt deze dagen is schrijven. Dus ik schrijf. Dit is mijn boek waar ik heel veel in schrijf. En toevallig was mijn vorige schrift was vol, vlak voordat de intelligent lockdown begon. En deze gebruik ik als boodschappenlijstje, maar ook als notitieboek, dagboek, alles tegelijk. Een grote aanrader om dingen gewoon te schrijven. En mijn lievelingspen, waar ik dan mee het liefst mee schrijf, dat is een vulpen. En die ziet er heel klein uit. Die is ook klein. Een kaweekool. Ik denk dat het een afkorting is. Het is een Duits merk. En je draait hem open. En dan kan je hem hier zo indrukken. En dan zit dat heel lekker vast. Op een bepaalde manier klemt dat er lekker in. En dan heb je dus een langer. Verleng je het gedeelte om vast te houden. En wat er zo fijn is aan dit merk is dat ze verschillende nips, hoe heet die dingen? Die punten. Dus dat puntje waar je mee schrijft. Hier echt bovenaan. Die heb je in extra fine, fine, medium, bold en extra bold. Volgens mij is dit een bold. En dat staat met een letter aangegeven op dat gouden puntje. Maar ik heb tegenwoordig een bril nodig om dat te kunnen lezen. Ik heb nog geen bril. Dus ik kan het niet lezen welke dit is. Maar ik denk dat dit een bold pen is. Ik ga ook nog de extra bold aanschaffen. Want die lijkt me ook lekker schrijven. En zo doe je hem weer dicht. Extra leuk bij deze vulpennen zijn de vullingen, want die hebben ze in heel veel kleuren. En ik hou natuurlijk van kleur, dus ik kan dan niet laten om dat aan te schaffen. In de praktijk komt het erop neer dat ik vooral met deze mooie koningsblauw, denk ik, hoe heet dat? Deze mooie blauw schrijf. En ik heb ook een tijd met grijs geschreven. Volgens mij zit mijn dochter op de gang mee te gluren. Die wil heel graag een croissantje. Het is hier zondagochtend, middag voor gewone mensen. Maar voor pubers is het natuurlijk nog ochtend. Gelukkig heb ik net boodschappen gedaan en heb ik croissantjes en aardbeien voor haar gekocht.
En voor mijn zoon. Dus, dag dochter. Dus daar kan ik een 14-jarige en een 17-jarige natuurlijk wel blij mee maken. Ze hebben trouwens mijn vakantie. En ze zijn er ook wel weer aan toe om gewoon les te krijgen, ook al is dat via de laptop. En ik ben er ook wel aan toe. Ik wil iedereen heel veel plezier, geluk en vooral gezondheid wensen. En maak gewoon mooie zachte dingen. Dat is het allerbeste wat je kan doen, denk ik. Tot ziens, tot de volgende maand. Doeg! Bedankt voor het kijken en doe even een duimpje omhoog. En als je wil, kan je ook nog abonneren. Doen! Nou, om eerlijk te zijn, ik zei boeken, het zijn magazines. En ze zijn ontzettend krachtig, kort en duidelijk. Met veel foto's en heel veel duidelijke uitleg. Precies zoals je van de dames van Werkdraad gewend bent. Dames en heren, koeken en peren. Ik heb hier in mijn hand degene die deze mooie boekjes heeft gewonnen van Vol Inco. Iedereen bedankt voor het meedoen. En dit is de dame die heeft gewonnen. Nienke-GK op Instagram is dit je naam. Van harte gefeliciteerd. Neem even contact met me op. En dan zorg ik ervoor dat deze prachtige boekjes naar je toe komen. En voor alle anderen, kijk even op de website van Wol & Co. Want daar kan je deze boeken natuurlijk gewoon bestellen. Ook los. Je kan ze per stuk ook kopen. Je hoeft ze niet als set te kopen. Oké. Nienke, gefeliciteerd.